Hallo allemaal en Sims for Lover wie? Welkom bij een nieuwe stream van Kim Puls met een Y. Met een Y. Met een Y. Oh! Brenda! Goedenavond, ik kom maar gelijk binnenvallen met mijn subje van 12 maanden. Ja! Kimpulgroet, Kimpulhart. Een jaar! Gewoon een jaar! Nou ja, inderdaad, uitroepteken vlag en welke kleur wil je? Maar dankjewel voor een subje weer. Wel, ja, dankjewel voor al 12 maanden. Hoezo Sims for Lover? Sorry, wist ik niet. Mijn kanaal heet Kimpuls met een Y. mijn YouTube kanaal heet ook Kimpuls met een Y. Mijn Instagram heet ook Kimpuls met een Y. Maar rood, we gaan een rood vlaggetje maken voor Brenda. Allemaal hartjes in de chat en feestelijke emoties in de chat voor Brenda. Hier is jouw vlaggetje. Thanks voor je suppie. Kijk, daar zie ik de eerste hartjes al. Steek iedereen vooraan. Het wordt vooraan een beetje druk. Achteraan is er niet zo, is er nog zat ruimte. Ik zit iedereen wil ik vooraan steken, maar er is geen ruimte meer vooraan. Maar ja, volgende week trouwens. Het is nu zaterdag 18 september. Volgende week zondag 26 september is het trouwens feest op mijn kanaal. Hè? Dus dan gaan al die vlaggetjes eruit. Die gaan in het kattenbakkie. En dan gaat een nieuwe oase in. Want het is echt aan het verpulveren weer. Hier moet je kijken. Al die gaatjes en al die stukjes die hier los zitten. Kijk. Ik kan het er gewoon zo tussenuit halen. Dus er gaat over een weekje nieuwe oase in. En misschien ga ik het er een beetje schuin in doen. Dat je een soort van tribune effect krijgt. Dat lijkt me misschien wat handiger. Dan kan ik iedereen er gewoon insteken. En dat je alle vlaggetjes ziet. Want nu zijn de voorste natuurlijk duidelijk zichtbaar. Wat we gaan doen? Nou, we gaan vanavond lekker op de Switch spelen. Ik dacht om eerst even te beginnen met Miitopia. Dat heeft al een tijdje stilgestaan. Dus even kijken welke avonturen ik met mijn team verder ga beleven. En daarna dacht ik om een multiplayer game te gaan doen. Dus ik heb bijvoorbeeld Mario Kart of Splatoon 2. Dan moeten jullie maar kijken in de chat waar jullie zin in hebben. Dat we of Splatoon 2 induiken. Dat mensen mee kunnen doen. Of dat we Mario Kart lekker toernooitje gaan opstarten. Dus dan moeten jullie zometeen maar zeggen waar jullie zin in hebben. Maar dan gaan we gewoon nu eerst lekker naar Miitopia. Dat is deze. En wisselen. Oké. Okay. Miitopia. Oh ja, kak. Lekker voorbereid. Lekker voorbereid dit. Die zit nog in mijn case. Er zit natuurlijk Mario Kart zit nu in mijn ding. Ja, ik ben zo gewend om met Knockout City heb ik op mijn Switch staan. Ik heb Animal Crossing op mijn Switch staan. Ik heb Splatoon heb ik op mijn Switch staan. Dus ik vergeet elke keer dat Miitopia een kaartje is. En niet een download. En Mario Kart zit er nu in. Omdat ik die natuurlijk het meest gebruik. Lianne zegt ik vergeet hem soms ook om hem om te wisselen. Ja, ik heb gewoon al heel lang geen Miitopia meer gespeeld. Dat is het ook. Oké, ik heb post. Beste Kimpuls, ik heb zoveel aan mijn hoofd. Ik doe 's nachts geen ogen dicht. En omdat ik niet slaap, schrijf ik deze brief van Jill. Nou, dankjewel Jill voor je brief. En Lianne zegt, ik speel best vaak super grappige game. Ja, ik zie het jou regelmatig spelen inderdaad. Ik vind het zo leuk aan de Switch, dat je dan bij je vrienden kan zien wat ze aan het doen zijn. Ah, kijk, uitjesbonnen van Jill. Dankjewel, Jill. Oh ja, we gaan altijd, dat doe ik altijd met Mie, elk potje veranderen. Even kijken, welk haar ga ik er nu opzetten? De achterkant. Met accessoires. Ja, laten we nu een keertje een staartje doen. Ik heb nu toevallig mijn haar los, maar heel vaak de laatste tijd heb ik het ook in een staart gehad. Dus doen we het een keer in een staart. Oké. Start! Iemand in je team heeft relatieniveau 4 bereikt met 3 andere teamleden. Hey. Jouw poppetje heeft 2 staartjes. Ja, ik heb al lang haar los gedaan en kort haar los. En toen dat hoge staartje, nu weer een lager staartje. Iedereen wil van alles. Maar ik heb niet heel veel goud, zie ik al. We hebben dus wel uitjes sponnen. En een spel. Laten we eerst het spel doen. Roulette. Ja, start. Oh! Marilyn, dankjewel voor het volgen. En wat krijgen we? We krijgen een... Nee. Ik wilde die wolkenspin, maar het is een NP-snoepje. Oké. Ja, prima. Dat wordt dus keuzes maken, ja. Nou, ik hoef die nog een keer te spelen. Ik heb ook geen bon meer om het nog een keer te spelen. Een uitjesbon.
Ik zeg, we gaan op pad. We wachten er nog even mee. Ik mag niet op pad. Ja, ik wou zeggen, ik druk al 3 keer op A. Ik denk, mag ik niet op pad? Ja, het hele team. Omri, jij gaat ook mee. Omri, jij gaat ook mee. Hij staat op en hij kijkt de andere kant op. Ja, je mag mee. Zo te zien en zo ook honger. Ja, ik heb dus geen eten. Serieuze soldaat. Mario! Dit is de weg naar slot Recruton. Helaas mag ik geen. Oh, je hebt een brief van de burgemeester. Mijn excuses, loop maar verder. Zie mij ook zo. Nou, daar gaan we. Ja, hoppatee. We gaan! Roosje heeft zich wel eens beter gevoeld. Je kunt wel eens gelijk hebben. Ik neem aan dat Roosje zelf wel weet wanneer ze zich beter heeft gevoeld. Oh, vanaf hier kun je het slot zien. Dat is nou eens een echt slot. Zou de koning thuis zijn? Ik heb nog nooit een echte koning ontmoet. Ik weet niet eens meer of ik de koning al gemaakt had. Ik weet wel dat ik die soldaten, zo had ik Mario, alle Mario karakters erop gezet. Oh jee, oké, we gaan een game ticket. Ja, we gaan naar de game tickets. Ik zou liever in de herberg zijn. Ja, dat snap ik wel. Ja, openen. Zit hier de game tickets in? Ja, 3 zelfs. Misschien krijgen we straks wel die wolkenspin. Oh, Dagmar heeft zich ook wel eens beter gevoeld. Dat meen je niet. We lopen ook heel raar. Zag je dat? Ons mond open, dicht, mond open, dicht. Oh, hebben we deze weer. Oké. Oh, ik bied hulp aan. Oh. Ik zal je helpen. Kijk, oké. Ik wil die ene. Bliksem. En dan eentje in het midden natuurlijk. Want dan pakt hij de tweede naast ook. Hoppatee. Sjongen. Het raakt Sven niet. Oh, nu wel. Wat je moet doen bij dit spel. Nou, er zijn allemaal gezichten van dorpelingen afgepakt. En die moet je dus weer gaan terugvechten. Fire. Ik sloop me uit. Ugh. Oh god. Nee, niet allemaal huilen. Ja, top Rosie. Oh, Dagmar ziet het niet meer. Ja. Stelletje jankert zijn we ook, hè? Kan niet kiezen. Oh. Nou ja, het is... Pak aan. Pak aan. Dat was het al. Oké, volgende. Hé, hey, nou we hebben wel 3 dingen. We zijn met z'n 4en. En dat paard moet waarschijnlijk ook eten. Sven heeft buikpijn. Je kunt wel eens gelijk hebben. Fijn dat Dagmar iedereen gelijk geeft. En weer vechten. Oké. Oh, ik help Sven opnieuw. Huppatee. Ja, ik ga weer mijn maag, mijn bliksem doen. Hoppatee. Nee, niet huilen. Kijk, daar gaat Rosie. Nee, niet huilen. Kijk, Sven raakt het niet. Rosie ziet niks door de tranen. Oh, het is mis. Dit is irritant, want nu worden ze weer sterker. Kijk, ik help Sven weer. Hey ho! Hey! Je bent zo cool, Sven. Hey, Sven. Sven, je bent zo cool.
Ik heb heel weinig groen nog. Oh, kijk, Sven helpt me nu terug. Hoppatee. Nou, Mipuki, maak het af. Goed zo. Ja, die wolk geneest zichzelf. Dat is echt irritant inderdaad, hè, Lianne? Dat was vermoeiend. Volgende. Hé, hey, wolkenspin. Nou, in ieder geval kunnen we iedereen eten geven, want we hebben precies 5 dingen. We hebben een herberg gevonden. Wiehiehiew. Ik vraag me af wanneer ik eigenlijk dingen met het paard kan doen. Waarschijnlijk moet ik de band met Omri sterker maken. Kijk, Rosie heeft nu een betere band. Ze zijn nu kennissen. Oh, kijk. Ja, Rosie kan nu aanval te paard doen. Stijg op en val aan met extra paardenkracht en richt meer schade aan. Kijk, dat vinden we interessant. Oh, voor het team zorgen, er gebeurt daar iets. Tada! Oeh! Oké. Okay. En de relatie is weer verbeterd. Opstijgen geleerd. Oké. Okay. Gun jezelf een pauze. Oh. Ja, dan wil ik ook even met Omri gaan banden, jongens. Dit kan niet, hè? Dus, Rosie, jij gaat even lekker hier. En ik ga bij Omri. En dan hebben we Dagmar en Sven zijn 4. Dagmar en Rosie zijn 3. Zo. Doen we het zo, oké? Okay? Eten. Hoef het paard geen eten te geven? Oh, kijk Rosie aan mij. Alsjeblieft niet aan mij. Geef het niet aan mij. Oké, doen we de wolkenspin. Alsjeblieft. Ja, ik vind het lekker. Dat is mooi. En ik zie dat Sven erom zit te springen. Maar zal ik jou eerst even... Rosie heeft nog niks namelijk. Ik geef jou wel zo een. Kijk, dat vind je lekker. Die dan voor Dagmar. Dagmar vindt het ook lekker. En dan geven we deze aan Rosie. Kijk, hoppatee. Heeft iedereen te eten gehad? Hey Barry, welkom. Wanneer ga je verder met de laatste levensfase op YouTube? Binnenkort, Sims for Lover. Ga ik binnenkort mee verder. Die bewaren we nog even. Voor als we een keer niet genoeg eten hebben. Dan een uitjespon. Wilt er iemand een uitje? Zit iedereen nou te denken om vreten? We hebben net iedereen tevreden gegeven. Kijk, ze allemaal denken aan eten. Oh, ik wil iets uitgeven. Aan kleding. Nou, ik heb geen smaak, hè? Waarom wil ik dit? Ja hoor, hier, neem het maar. Gadver, we nemen alleen het effect, hoor. Ik trek het niet aan. Zo. Dan ben ik in ieder geval sterker. Nou, we hebben geen genoeg goud meer. We hebben nog wel een uitjesbon. Laten we... Rosie en Dagmar een tripje naar de bibliotheek. Zullen we naar de bibliotheek gaan? Oh. Je bent net vertrokken, Rosie. Oh, Dagmar. Dagmar voelt zich wat onzeker. Hoe bevalt het boek? Is het interessant? Ja, het is best een goed boek. Kun je er wat van voorlezen? Geen probleem. Ooit heel lang geleden, voordat er zelfs maar zoiets als Rekruton bestond, woonde er in het donkerste van het Warwoud een elf. Oh, de relatie is wel verbeterd. Rosie voelt zich niet beledigd. Kijk, nu zijn jullie ook niveau 4. En troosten. Troost de vriend als deze geraakt is. Waar doet het pijn? Oh, kijk, we hebben nog eens thee. Nou, we meer eten. Ja, ik ga het jullie nu niet geven. Het is goed met jullie. Ik wil nog wel een spel doen. En wat winnen we? En wat... Een hand... Oh, ervaringspunten. Weer een snoepje!
Nee, een uitjes, 3 uitjesbonnen. Nou jongens, we kunnen van alles beleven. Hoppatee. Nee, voor de volgende keer. Kijk dan. Gewoon 5 uitjesbonnen op zak. Maar we gaan weer op pad. Oké. Ja, ik wil eigenlijk nog een keer dat stuk, want dan kunnen we die andere weg pakken. We gaan. Kom erop, monsters. Oh, Dagmar, zeg dat nou niet. Kijk, Omri redt er zelfs van weg. Kijk, nu heb ze buikpijn. Omri, is je doldwaze uurtje begonnen? Ja, nu gaan we de hendelroute pakken. Wacht maar, zweet zich kapot. Dus eerst wil ze de monsters op zijn buikpijn, nu zweet zich kapot. Oeh. Wat hebben we hier? Rosie Woosie heeft een merkwaardige hendel gevonden. Ja jongens, wat gaan we doen? Gaan we hem omzetten of gaan we hem niet omzetten? Ik ben eigenlijk... Ik zelf zou hem willen omzetten gewoon omdat ik nieuwsgierig ben wat er gebeurt. Kijk, Lianne zegt ook al omzetten. Ja, zullen we het doen? Oké, Lianne, komt-ie. Marlene zegt ook omzetten. Quinty zegt ook omzetten. Ja, volgens mij gaat iedereen voor omzetten. We gaan het doen. Oh jee. Oh, er is een extra route. Je hebt een verborgen pad gevonden. Hey. Hoera. Ja, dan gaan we zo wel even heen dan. Jeetje, ik wil nu alweer eten. maar we moeten eerst natuurlijk even op monsters vechten. Wat krijg je nu? Voorzichtig. Een voorzichtige genadeslag. Ja, ik pak mijn bliksem weer. En dan pak ik natuurlijk de middelste. Hoppatee. Hé, 2 tegelijk. Ah, dankjewel, Rosie. Nou, dit ging lekker. Kunnen allemaal gevechten niet zo soepeltjes gaan? Je teamgenoten en jezelf eten echt de oren van je hoofd af? Oké, door. Kijk, nou hebben we nog meer eten. Top, kunnen we iedereen weer eten geven? Hoorde ik iemand goud zeggen? Kop op. Oh. Maar op dit stuk route hebben we gisteren al monsters verslagen. Waarom krijgen we nu weer monsters hier? Nou, ik ben wel weer heel lief. Ja, dan kom ik weer met mijn bliksem. Hoppatee. Gewoon recht in het midden. Nou, wel alleen die huilert nog. Oeh. Rosie gaat op het paard. Zo. Joehoe. Team Kimpels heeft gewonnen. Yippie. Nog meer eten. Nou, top. Je hebt een herberg. Ja, maar het is dezelfde herberg waar we vannacht waren. Dus dat kan je niet echt meer gevonden noemen. Oké. Gaat alles goed? Ja hoor, Omri wil mij weer inruilen. Nou oké dan. Tot zover banden, hè? Ik denk ik ga banden met Omri. Hey Kitty, hoe gaat het met je rug? Eet smakelijk, Omri. Sven vond het lekker, maar Omri heeft de wortel toch opgegeten. Vreemd spel dit. Oké. Okay. Mijn relatie met Sven is 6, met Rosie 5 en met Dagmar 4. Dagmar en Rosie zijn ook 4, dus dan gaan wij nu bij elkaar. Oké, okay. Zo doen we het. Het gaat, voelt hem nu wel behoorlijk. Oei. Heb je werk wel overleefd?
Bij mij was het ook, denk ik, dat het een foutje is. Oké. Okay. Nou, ik heb nu genoeg eten voor iedereen. Dus we kunnen even eten. Die is nieuw. De kannibalenthee. Dan hebben we de gnoonham. De vlinderham. Oh, kijk. Kijk er eentje verblij zijn. Ja, maar ik wil eigenlijk Rosie... We weten nog niet of Rosie het lust. Dus ik ga maar Rosie geven. Ja, die is tevreden. Oké. Dan hebben we de banshee-tranen. En, nou, weet je, Sven, je moest net al iets missen. Wat je lekker vindt, dan krijg je deze. Kijk hem. Dan geef deze aan Dagmar, want we weten nog niet of Dagmar die best. Kijk, tevreden. Helemaal hoe ze dan zo zit. Echt schattig. Nou, die lust ik niet. Bij die weten we nog niet of deze weten we nog van niemand. Dus dan geef ik die wel aan mij. Oh, kijk. Hoppatee. En dit eten bewaren we dan even. Ja, ik kon gelukkig snel naar huis en had weinig te doen. Dat is wel fijn. Als je al zo'n dag hebt dat je rug denkt... Pff, dan is het fijn dat je snel weg mocht. We gaan weer een uitje doen. Ik wil wel naar de bioscoop met Dagmar. Dagmar treft het wel, hè? Gisteren naar de bieb, vandaag naar de bioscoop. Kom, laten we naar de bioscoop gaan. Zullen we hand in hand lopen? Oh. En bedankt, hè, Dagmar. Ik moet gewoon uitlachen. Wat voor film is dit? Geen idee, maar hij duurt heel lang. Is het dan Benjamin Button? Die duurt toch ook al zo lang? Ik vind het een hele mooie film, hoor. The Curious Case of Benjamin Button. Maar die film duurt zo lang dat ze beter in twee delen kunnen doen. Oh. Oh. Ik weet niet wat ik ervan vind. Oh, oh, hij duurt al heel lang. Het was maar een droom. Dagmar is weer in slaap gevallen. Leuk joh, die uitjes voor Dagmar. Maar we zijn niveau 5 nu. We vinden elkaar oké. We hebben samen complimentjes geven geleerd. Geef een vriend complimentjes. Zie je wel, ik wist dat je het kon. En een snoepje. Dat is mooi. Ja, wat ga ik doen? Ik denk dat we gewoon weer op pad gaan. Ik vind het wel fijn om even wat op zak te hebben voortaan. En thanks voor het clipje, Lianne. Ja, ik wil dit geheime pad. Kasteel, wacht maar even. We gaan. Alles prima. Kijk, Rosie heeft een goede bui. Wat vinden we hier? Hij is groot. Een kuikenplunje. Wat? oh, en hij gaat naar Sven. De kuiken van de groep. Ja, Sven is wel de jongste. Of Omri natuurlijk. Nee, Sven, ik doe het je niet aan. Ik ga je wel alleen het effect laten dragen, maar... Hij komt in het wit, en in het oranje, en in het rood, en in het groen, en in het blauw. Paars, roze? Nee. We doen het effect wel. Hoi Meerte, welkom. Oh, hand in hand heb je ook geklipt. Heerlijk. Kom op, team. Echt waar? En dan hebben we weer monsters. Ah, appelslijm. Oké. Okay. Kijk, ik help Sven weer. Ik help Sven wel heel vaak. Zo. Zo. ja, bliksem heeft volgens mij geen zin. Want er staat niemand meer in het midden, denk ik. Of wel? Wacht. Ik probeer het gewoon. Jij. Pak die andere twee dan ook. Ja. Top. Hup. Eén weg. Pak aan. Nou, Roos geeft nog even een klap met de pan. Want je moet haar... Nee, Dagmar. Oh, ze slaat wel raak. Hey ho.
Ik vind het een grappig Sven's stopbordje. Dit spel is hey ho. Ik heb maar een paar blauwe plekken. Kijk, huppatee. Eten. En we hebben een herberg gevonden. Helemaal top. Die geluidjes in het spel ook af en toe. Kijk, relaties zijn verbeterd. Dag maar niks aan niveau 6. En hebben helpen geleerd. Help een vriend bij zijn volgende actie om het effect ervan te verhogen. Dus wat ik met Sven al kon, kan ik dus nu ook met Dagmar. Meerte gaat zo lekker een ijsje eten. Of het lekker wordt, geen idee. Want heb geen tot weinig smaak door verkoudheid. Oh, jeetje. Was wel balen dan. En Sven kan nu ook een aanval te paard doen. Oké. Nee, we gaan nog één stukje verder. Ik wil één stukje verder. Oh, jeetje, wat... wat zijn Dagmar en ik aan het doen? Tijd om wat spieren op te bouwen. We doen het uit naam van onze vriendschap. Welkom, Dagmar. Zolang ik er zin in heb, Sims for Love. Ik ben geen tv-programma met een eindtijd. Van kamers. Ja, we moeten wel weer even wisselen. Ik wil verdorie nou nog steeds een band opbouwen met Omri. Zo. En even kijken hoor. Sven is met Rosie een 3. Ja, Dagmar is met Rosie een 4. Dus dan doen we het zo. Nou, we hebben eten voor iedereen. Hebben we iets wat iemand niet lust? Oké, die gaan dus naar Sven en Dagmar. Sven vindt het lekker. En eentje voor Dagmar. Die vindt het ook lekker. Dat zou ik dus alleen doen in het spel. In het echt zie je dat nooit, zie je dat mij nooit doen. Nou, dat heb ik dus ook, hè. Maar je ziet dat in het echt ook niet doen. Even kijken hoor. Ik vind dit prima. Rosie nog geen idee. En bij Rosie is dit ook geen idee. Nou, dan neem ik deze wel. Kim vond het lekker. Nou, gaan we Rosie weer iets nieuws laten eten. Gelukkig, ze vindt het lekker. Nu is mijn eten wel echt op. Dat vind ik wel balen. Kijk, Sven en Rosie. Oh, ik heb nog 2 bioscoopbezoekjes. Hoppatee, gaan jullie maar naar de bioscoop. Ik hoop niet dat het weer zo'n lange film is. Laten we naar de bioscoop gaan. Ik heb zo'n zin in ons uitje. Is dat oké? Nou, dan gaan ze hoor. Ik hoop niet dat ze de Curious Case of Benjamin Button gaan krijgen. Dus deze film, ja. Wat? Ik weet ook van niks. Nou, vertel het me, Rosie. De belangrijkste rol? Oh. Voorbijganger nummer 4. Oké. De belangrijkste rol is voorbijganger nummer 4. Niet eens nummer 1, 2, 3. Nee, nummer 4. Kijk, Sven en Rosie vinden elkaar oké. Dat is fijn. En ze hebben troosten geleerd. Oh, we hebben wel eten voor als souvenir. Dat is mooi voor de volgende keer. We gaan... denk ik maar op pad. Want het geld... Ja, ik heb niet superveel goud. Dus dat bewaren we nog even. Op pad. Allemaal. Hoe is het hier? Ja, prima. We gaan nu naar dit geval hier. We gaan... Tijd om wat buiten te maken. Het zijn monsters geweest. Wat krijgen we nu? Ik word zo gek van die banshee gevallen. Hiermee ben ik... Oké. Alleen voor jezelf, Sven? Wacht, welke pakte ik nou? Ja, bliksem, hè? Zo.
Haha. Sprongslag. Hé, hey, eentje weg. Dat voelde zeker goed. Alles goed? Dagmar, is... Dagmar, is alles goed? Oh, Sven gaat weer voorzichtig... Oh, ogenblikje. Nee, maar het is oké. Kijk, je hebt wel iemand te pakken genomen. Zo, geplombeerd toetje. Hop. Happy champignon. Hey ho. Yes! 103 hebben we al gered. Teamie Pucky heeft... Ja, hoezo nou weer Teamie Pucky? Er is nog niemand naar niveau 7, hè? Niveau 6 is wel het lastige om te halen. Het liefst zou ik dit allemaal achter me laten. Oh, nog meer monsters. Stomme appelslijm weer. Oké, bliksem. Bam. Zo, dat was 1. Fantastisch. Dankjewel, Sven. Oh, kijk, Sven gaat te paard. En dat is nog 1. Ja, hallo. Dankjewel, Dagmar. De chaotische kok. Tihihi. Oh. Rosie, doe dan iets. Oh. Oh. Sven gaat bij iedereen vragen. Alles goed? Oh jee. We hebben niemand meer in het midden, hè? Nee, dan pak ik gewoon vuur. Voor jou. Ik kan de hele wereld aan. Hup, weer één weg. Sven sloopt zich uit. Kijk eens aan. Dat poppetje van Dagmar huilt alleen maar. Je had het net moeten zien, joh. Je hebt het deel gemist. Oeh, ik heb niveau 7. Leer ik dan ook nog iets? Nee? Jammer. Oei, daar moet je nog terugkijken. Oh. Jam, jam. Oh. Oh, verheerlijk. Die zalige geur. Die subtiele zoetheid. Zelfs de nasmaak is goddelijk. Ja, man, je kan ook overdrijven. Oh, hallo. De reizende fijnproeverschef. Het beste in haute cuisine brengt me naar hogere sferen. Je moet dit absoluut proeven. Oh, we krijgen kwarktaart. Waarom krijgen we er 3? We zijn met z'n vieren. Bon appétit. Oh, het wordt donker. We hebben een herberg gevonden. Dat deunt je elke keer. We hebben al 100 mensen gered. Een goddelijk geschenk. Je krijgt meer HP-strooisel. Je hoeveelheid HP-strooisel is verhoogd van 25 naar 30. En MP-strooisel. Van 10 naar 15. Ho ho ho. Nee, nog niet. Het is september, geen december. De dankbaarheid van de inwoners heeft een nieuwe kracht in je gewekt. Jij geeft de bevolking van Mythopia weer hoop. Zo, nu mag je weer verschrikkelijke monsters gaan verslaan. En de volgende bonus ontvang je als je 150 inwoners hebt gered. Aan de slag, ho ho ho. Dan hebben we de kerstman weer. Of vadertje winter, hè? Zoals het in de Sims noemen. Wow. Kennissen. Kijk, nu kan ik ook te paard. Oh jee. Kijk eens, Dagmar. Oh, dat is alweer weg. Ik wil bij jou op de kamer. En Omri wil Sven weer.
Nou, dan gaan we dat doen. Ik ga naar Dagmar. En Sven gaat naar Omri. Kom je terug? Ja. Omri. Hey, moe? Je bent een braaf paard. Ik heb wel langzamerhand door dat Omri de voorkeur heeft voor de enige man in het team. Hij heeft nu al 2 keer om Sven gevraagd en dan 0 keer om mij. Kijk, ze hebben opstijgen geleerd. Omri? Wat is dat nou? Omri? Nou, oké. Wat gaan Dagmar en ik doen? Oh, ik heb een cadeautje voor Dagmar gekocht dit keer. Nou, wat zal het zijn? Ook weer een krekel? Verrassing. Dit is voor jou. Nou. Geef nou. Een boomstam. Ik moet wel zeggen, boomstam of neushoornkrekel, dan zou ik ook voor boomstam kiezen. Oeh. Nou, je poppetje is er niet mee eens, Dagmar. Die vindt dit jakkes. Die puk is niet heel blij. Gaat onze band niet omhoog? Oké. Nou, we hebben eten. Oké, we hebben een duivelstaart en we hebben de kwarktaart. Dus we kunnen aan 3 mensen een kwarktaart geven. En dan geven de anderen een duivelstaart. Wie zullen we de duivelstaart geven? Zit er een van de mods toevallig achter de computer? Want dan doen we zo meteen eerst even wat anders. Kijk, sommige dingen lusten dingen niet. Maar ja, ik ben benieuwd. Is er een mod die achter de computer zit? Dag maar niet. Lianne toevallig? Kijk, Lianne zit achter de computer. Zou jij een polletje willen maken? Naar wie gaat de duivelstaart? Want dan gaat de kwarktaart automatisch naar de rest. En dan de duivelstaart gaat hij naar mij, naar Sven, naar Dagmar of naar Rosie. En dan gaan we al eerst even een uitje doen. Wacht. Ja, je kan... Kan je een uitje... Wacht. Als ik een strandwandeling geef aan Sven, ga je dan met Omri? Oh nee, met wie ga je dan? Oh, met Rosie. Kijk. Nee, niet wie de kwarktaart, wie de duivelstaart. Jongens, op de poll stemmen. Niet kwarktaart, maar duivelstaart. Naar wie gaat de duivelstaart? Gaat de duivelstaart naar mij, naar Sven, naar Dagmar of naar Rosie? Oh, we hebben echt... Hey, het is Animal Crossing. Sven heeft een fles gevonden. Flespost. Is het een DIY? Er staat volgende keer beter. Ja, omdat er zijn 3 kwarktaarten en er is 1 duivelstaart. Dus degene die de kwarktaarten krijgt is degene die niet wint in de pol. We hebben een souvenir, dat is mooi. En dan doen we even een spelletje tussendoor. Dan kan de pol nog even losgaan. Oké, start. Het is nog gelijk stand tussen Sven en Dagmar. Dus stem nog in de pol, mensen. En we krijgen stippenkleding. Ik heb gewonnen stippenkleding. Oh, dat is voor Roos. Oké. Nou ja, Roosie dan, dat is ons kokje. Maar ik vind dit veel cuter. Dit is toch veel schattiger dan dit. We doen alleen het effect. Ik wil haar dit pakje laten houden. Dat vind ik veel leuker. Nee, we gaan niet nog een keer spelen. Oeh, ik zie dat het geen gelijke stand meer is inmiddels. Nou, dan gaan we alvast naar de eetzaal.
Want ja, ik en Rosie gaan sowieso aan de kwarktaart. Dat is wel duidelijk. Niemand stemt op ons. Dus een kwarktaart voor mij. En ik vind het lekker. Oeh, kijk. Heel veel dingen omhoog. En een kwarktaart voor Rosie. Rosie vindt het ook lekker. Hier, gaat ook met van alles omhoog. Dan is de vraag... Oh, nee. Nee. Weer niet gelijk. Was blijkbaar net heel even gelijke stand. Maar ik zie dat Sven heeft gewonnen met 70% van de stemmen. Dus Sven krijgt duivelstaart. En hij vindt het lekker. En dan gaat de kwarktaart naar Dagmar. De dames aan de kwarktaart en Sven aan de duivelstaart. Hoppatee, kijk allemaal je puntjes omhoog gaan. En ik zeg gewoon, dit waren even lekker. Sven wil geld uitgeven. Ook al, wat hebben iedereen met stippeltjes opeens? Nou ja, hier heb je het geld. Een stippenplunje gekocht. Ja, dit ziet er niet uit. We doen alleen het effect. Oké. Okay. We gaan op pad. Oké, dan. Je hebt 5 soorten plunjes verzameld. De favoriete kleding van dieven. Oké. 5 soorten kleding verzameld. De favoriete kleding van koks. Maar het zou leuk zijn als je daar iets meer voor zou krijgen dan alleen een medaille. Oeh, het slot. We gaan naar het slot. Oh, de koning! En een prinses. En de prins van nabijland. De arrogante huilenbak. De arme edelman groeide op met de prinses, maar ziet haar nu nog maar nauwelijks. Kies een Mii voor elk personage. Jeetje. Nou, weet je wat ik wel geinig vind? Dit is de koning. We gaan een nieuwe Mii maken. Als iemand een van de andere 3 rollen wil zijn, dan hoor ik het wel. Een man. Ja. Pff. Ik doe al vanaf het begin. Gezicht, ja, weet ik het. We doen weer die. Kleur. Zoiets. Neus zal wel gezichtsbeharing. Tegenwoordig wel. Oh, dit is wel heel heftig allemaal. Zo heftig is het ook weer. Ik wil onze koning namaken. Maar ik vind dit wel hele heftige gezichtsbeharing. Ik zou zeggen, lees het. Klik erop, Sims for Lover. Dan staat het er gewoon bij. Ja. Geen idee. Onze koning heeft altijd iets meer... zulk soort... haar. Ik probeer de echte koning te maken. En het is iemand die je van tevoren wel weet hoe die eruit ziet. Maar op het moment dat je die moet namaken, denk je... hoe zat het ook alweer? Ja, ik denk dat dit wel goed kapsel is. Ogen. Weet ik veel. Is het blauw of zo? Doe maar blauw. Ik weet het eigenlijk niet. En wat voor ogen gaan we hem geven? Oh, dit is wel heel heftig. Gewoon een standaard ogen dan maar. Dan mag je wel een tikkeltje kleiner. Mond, laten we wel een lachende koning doen. Zoiets. Nou, lievelingskleur is natuurlijk oranje.
Dillompie. Past dat eigenlijk? Nee, het past niet. Dan doen we B. Ja, wat doe ik dan? Past W. Alexander. Anders noem je een film. Nee, dit past ook niet. Dan doen we W. A. V. Kijk, dit past wel. Willem W.A. van Buren. Dat was volgens mij zijn naam met... hoe heet het? Elfstedentocht. En RogueGamer14. Welkom. Welkom, welkom. We zijn Miitopia aan het doen. En ik moet een koninklijke familie maken. En dit is onze koning. Ik heb een poging gedaan. Ik heb het idee dat zijn ogen lager moeten. Positie. Zo. En dan de wenkbrauwen ook. Oké, wenkbrauwen... We mogen hem een beetje... Nee, niet uit elkaar. Een beetje... Zo. Ik weet niet. Ik heb het idee dat hij heel streng kijkt of zo. Nou, we doen het er maar mee. Dit is ons koning. Koning W.A. van Buren. Ja. Oké, is er iemand die zegt... Hé, ik wil wel de prinses zijn. Of de prins van nabijland. Of de edelman. Of zullen we even kijken wat het spel verder heeft. Ja, Dagmar zit al in mijn team. Sharon wil wel de prinses zijn. Wil je het via chat doen of zullen we even in call? Betty wil de prinses zijn. Sharon was eerst. Ik kom al in call. Even kijken. Daar. Zo. En RogueGamer wil de prins zijn. En Sims for Lover wil de edelman zijn. Ja, ik weet niet of Barry nog iets heeft van ik wil een van die onderste twee zijn. Maar Sharon wil dus de prinses zijn. Dus we gaan dan Sharontje maken als de prinses. Dat is lief, Dagmar. Barry mag wel Dagmar zijn prinsesje zijn. Zo. Wat ging ik zeggen? Hoe bedoel je? Dat zei ik toch? Dat Barry mag wel Dagmar zijn prinsesje zijn. Dat ging ik zeggen. Dat heb ik gezegd. Sharon. Ik zit in de Twitch studio. Dus als je in call wil, dan moet je jezelf even de rol geven. Sharon komt eraan. Oké. Okay. Ga ik alvast bij het gezicht klaarzitten. Hallo? Hallo. Ik ga je even zachter zetten voordat iedereen zo doof is. Zo. Je kan via Discord live meekijken. Heb je geen last van streamvertraging?
Nee, daar zit ik al. Oké. Okay. Welke hoofdvorm wil je? Dat langwerpige, eenmaal links voor jou, dacht ik. Deze? Oh, wacht. Ja. Ik zal hem even verplaatsen. Deze. Oké. Okay. Oh, wacht. Moest je trouwens nog iets hebben met gezichtsdetails of zo? Nee? Oké. Okay. Wenkbrauwen. Die ik nu heb, vind ik wel goed. Oké. Okay. Positie ook? Ja. Oké. Okay. Kleur trouwens ook? Ja. En je neus? Welke neus mag erop? Die is lastig. Ja, het zijn allemaal neuzen. Niet normale neuzen. Ja. Dan denk ik dat ik deze nog het beste vind van allemaal. Oké, okay. Positie ook in het formaat? Ja, okay. En niet lastig. Nou, die slaan we over. Geslacht hebben we al. Bril heb je denk ik niet, of wel? Weet ik eigenlijk niet. Nee. Kapsel. Je oh jee. Heb je iets kijken. Met lang haar? Pagina 3 hebben we hier. Ja. Dan hebben we hier pagina 4. Het is wat meer gekruld haar, zie ik. En slag erin en zo. En dan gaan we richting het opgestoken haar. En dan pagina 5 nog. Ga eens naar pagina 4. De rij waar je nu staat. En dan de derde van rechts. Deze. Naar die ernaast. Deze. Ja. Dit vind ik heel geinig. Deze droeg ik vroeger altijd op de Wii. Dan was dit mijn Wii-kapsel. Volgens mij deed ik deze vroeger ook altijd. Ik had altijd dezelfde poppetjes. Is de kleur goed? Iets meer naar blonde toe. Zoiets? Of is dit al licht? Nee, dat is eigenlijk niet wel goed. Oké. Okay. Je ogen. Welke kleur ogen heb jij? Blauw. Blauw. Ik pak even wat. Is dit goed? Of wil je lichter? Dat? Nee. Ho. Sharon loopt vast, dames en heren. De oogkleur deed het hem. Weet je, ja, hoor je. Die onder de paarse staat. Deze. Nog eentje opzij. Deze. Ja, dit is allebei paars. Ja. Oké. Okay. Ja, ongeveer. Nou, we hebben hier pagina 1 met allerlei oogkleuren. En dan hebben we hier pagina 2. Naar de onderste balk. Ja. Van 2. En dan eentje opzij. Deze. Nee. Niet mooi. Misschien pagina 1. Even los. Deze? Nee, ook niet. Die rand is te dik. Heb jij niet deze op je Mi? Ja, maar die vind ik echt lelijk. Oh, oké. Okay. Doe je meer te leuk als je er was. Als je eentje opzij gaat? Deze? Ik vind deze zo... Ik vind dat lastig bij dit. Ja. Ik kan ook nog kleiner maken, hè? Want ze zijn zo groot dat je denkt, kijk, dit is al minder erg heftig. Ja, ik denk dat dit een beter is. Ja? Positie ook goed? Ja. Wil je je wenkbrauwen nog iets omlaag hebben? Klein beetje. Zo. Oké, okay, nou... Ja, doe maar weer terug omhoog, want ik kijk nu boos. Ja. Nu ben je altijd de verbaasde prinses, ben je nu. De mond. Diegene met die glimlach. Dat je de tanden ook ziet, denk ik. Deze? Of zonder lippen, zo. Nee. Doe dat. Of daar ook helemaal nog. Naar boven. Ja, doe die maar. Ja? Positie goed? Formaat goed? Ja. In verhouding wel, ja. Oké, okay. In verhouding wel. Nou, heb je nog een moedervlek? Nee. Niet op die plek in ieder geval. Moeten we nog iets aan je lengte veranderen of je breedte veranderen? Iets langer. Ja. Ja, en ietsje breder. Ja, zoiets. Ik moet niezen. Oeh, zo. Gezondheid. Dankjewel. En je lievelingskleur? Paars.
Kijk, jij hebt smaak. Tuurlijk heb ik smaak. Nou, daar ben je. Prinsesje, rondje. Oh, boch, dat haar. Oh, god. Nou, je bent de wonderschone dochter van de koning. En ja. Met een geheime liefde. Dankjewel, Quinty. We gaan het zien. Ja, oké. Nou, dan hebben we dus nog een prins nodig en een edelman. Even kijken hoor. Zijn er nog liefhebbers? Oh, wordt Barry nu omgedoopt tot prinses? Of tot prins bedoel ik. Het was al omgedoopt tot prinses. Ik ben er lekker bij. Even kijken trouwens ook. Want je hebt natuurlijk ook... Vind je het prima? Wil je het via chat doen of weet ik al doen? Je zit al in call. Oh, je bedoelt je zit ergens anders al in call. Ah, oké. Oké, nou doen we het via de chat. Dan doen we even jouw naam. Wordt een interessante prinsennaam. Oh, de zetjes mogen niet. Nee. Nee, hij zit ergens anders voor in call, Sharon. Nou, het wordt dan... Ja, of wil je prins Barry zijn of wil je prins Devastator zijn? Devastator is prima, oké. Okay. Nou, welk gezicht? Eerste rij, tweede rij, derde rij en dan de eerste, tweede, derde of vierde? Noem hem maar Barry met een A. Dat klinkt net als mijn privé Instagram, Kim met een Griekse ei. Even kijken, de eerste rij, derde. Zo. Moet je nog gezichtsdetails? Of rimpels, wallen? Ja, toch? Ingevallen wangen. Ik ga ondertussen alvast bij wenkbrauwen kijken. Hier bij wenkbrauwen. Eerste, tweede, derde, vierde rij. En welke wil je? Ik neem aan dat jij, als jij heel vaak jezelf voorstelt. Kijk hoor, de eerste, de vierde. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Positie goed. Kleur goed. Maar jij hebt het waarschijnlijk ook heel vaak. Dat als je je verbaal voorstelt, dat je dan tegen mensen moet zeggen... Ja, maar het is met een A, niet met een E. Ja, prima. Oké. Neus. Welke neus wil je? Ik blijf het bijzonder vinden dat ze er met zo vaak, ja. Toen ik rijlessen ging volgen. En Gekkeman Gamer, dankjewel voor het volgen, welkom. Toen ik rijlessen ging nemen, mijn rijinstructrice schreef mijn naam constant fout in agenda. En ze ging het pas goed schrijven. Toen ik bijna ging afrijden. Ik denk, ja, nou doet het er niet meer toe. Is de formaat prima? De grootte, de locatie, positie. Iets kleiner. Even kijken. Dat is deze. Zo. Dit is eentje kleiner. Dit is twee kleiner. Ja, oké. Gezichtsbeharing. Wat een neus. Ja, maar Sharon, dat zijn ze allemaal. Er is nou niet echt bij één neus dat je denkt, wiejo, want ze zijn allemaal best wel bijzonder. snor 2-2. Even kijken. 2-2.
Dat kon ik me niet herinneren op de barbecue. Oh, paard ook 2-2. Oké. Okay. Zijn de posities goed? En is de kleur goed? Ik weet niet of ik dat trouwens ook had verteld. Ik had, sommigen weten het misschien, maar ik heb een andere achternaam dan ik vroeger had. Oh, dat is die. Wacht. Zo. Oh, paard kan niet hoger. Snor kan wel iets kleiner. Zo. Ben je tegen je neus of ben je tegen je lippen? De positie van de baard zit vast, daar kan ik niks mee. Maar ik heb dus een andere achternaam. Ik heb nu de achternaam van mijn moeder, maar ik had vroeger de achternaam van mijn biologische vader. En dat is een best wel een uniekere achternaam. En dan heet ik ook nog eens Kim in de Y. En ik ging toen stage lopen in een verzorgingshuis voor activiteitenbegeleider. Dus ik kom daar voor de allereerste dag en ik meld me bij de balie. En de stagebegeleidster die wordt gebeld en die komt aanlopen en die zegt letterlijk... Oh, ik had een Chinees meisje verwacht. Omdat mijn naam blijkbaar voor haar een Chinese indruk had. Kim met een Y. Oké, dit is goed. Dan heb je nog een bril. En dan gaan we ondertussen kijken bij kapsels. Dus dit is allemaal pagina 1. Mannenkapsels op pagina 1. Dan hebben we nog pagina 2. En dan gaan we... Ja, vrouwen hebben dan best wel veel kapsels. Mannen hebben alleen maar 1 en 2. Geen bril. Oké. Nou, pagina 1. Hebben we hier... En dan scroll ik hem even naar beneden. En dan hebben we pagina 2. Veel keuze. Welke? Eerste pagina, oké. Okay. Ja, hier zitten wat bijzondere gevallen bij. Drie, vier. En dat is 3, 1, 2, 3, 4. Kleur. Welke kleur wil je? Je hoofd wordt wel meteen een stuk langer, hè, met dit kapsel. Oh, sorry, 5. Oh, nee, verder gaan we werken. Deze. 3 om 5, neem ik aan. Iets lichter. Zoiets. Eén tint donkerder. Zoiets. Ja, prima, toppie. Je ogen. Welke kleur ogen heb je eigenlijk? Of wil je ze diep zwart houden als Coco? Zitten er eigenlijk Coco-ogen in? Nee, dat dan weer niet. Goeie vraag. Ja, je kan ook voor een hele gekke kleur gaan. Dat je denkt, ik wil nu... wat is een gekke oogkleur? Roze of oranje of ja. Je mag ook je eigen oogkleur doen. Wit lijkt me heel gek. Dat maar zegt roze. Ja, dat wit is bijzonder. Roze, ja prima. Wil je dan echt een hot pink? Of wil je meer pastelroze? Of babyroze? Of oudroze? Hot pink? Oké. <Okay. laughs> Nou, nu je ogen nog. Dit is pagina 1. Oh, deze zijn heel klein. En dan hebben we hier pagina 2. Ik denk als het aan Dagmar ligt dat het volgens mij deze gaan worden. Ja, gaan we voor die? Is
is de positie ook goed voor maat en zo. Ja, Dagmar zegt, oh, die is cute. Ik denk, ja, als jij het had gedaan, Dagmar, dan was het die geworden. Ik ga een iets kleinere ogen doen. Oké. Deze. Zo? Ja, is goed. Oké. Je mond. Welke mond wil je erop hebben? Dit is gelukkig één pagina. Kan je alles in één keer zien. Maar ik hoop zo dat je er in het echt niet zo uitziet. Je hebt nog videobellen met hem gedaan, Dagmar. Ben je het nu alweer vergeten? Je wilde speciaal nog met hem praten. Ja, we hadden natuurlijk een paar weken terug bij Jill hadden we de mop barbecue. En Dagmar kon er niet bij zijn. Dus op een gegeven moment had Dagmar met videobellen naar Jill gebeld. Of Jill naar Dagmar. En toen is die telefoon echt de hele ruimte doorgegaan. Iedereen is aan de beurt geweest. Kijk hoor, de eerste rij. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Is de positie goed? Korte termijn geheugen. Op een gegeven moment liep Jessie weg. Dus toen was haar stoel vrij. En hebben we de telefoon ook echt zo neergezet. Dat Dagmar er even bij zat. Oké. Heb je nog een moedervlek? Moet je nog langer? En wat is je lievelingskleur? Zwart zoals mijn ziel. Zoals de ogen van Coco. Ik snap niet waarom zoveel mensen Coco leuk vinden. Niet alleen om die armpjes, maar die ogen alleen al. Wel zwart shirt, oké. Okay. Is hij klaar of moet nog iets van het lichaam aanpassen? Moet je nog een moedervlek? Wil je nog dat de gezichtsbeharing met de haarkleur matcht? Of kan ik op klaar klikken? Beharing met je, oké. Okay. Wacht even. Welke wadden? Die. Ja. Ja? Happy? Je ogen springen er wel uit. Sprankelende ogen heb je. De snor is een beetje raar zo. Even kijken, hij kan nog omhoog, maar dan komt hij deels onder je neus. Moet een rechte lijn. Ja, kan hem alleen hoger of lager en groter of kleiner. En anders... Oh, dit is heel gek. Er zijn wel weinig snoropties trouwens. We hebben niet eens zo'n mooie Dali krulsnoor. Zo'n Salvador Dali. Ja, zeg het maar. Moet ik nog een andere snor? Of snor weg? Of snor groter? Of snor hoger of lager? Want net had je hem zo. Is zo goed? Oké, okay, noemen we hem zo. Oké. Okay. Daar ben je. Ja, nog steeds je ogen sprankelend hoe die eruit komen. De prins van nabijland. En dan gaan we voor deze. Even kijken. Oh, nee. Nee. Want je hebt van die leuke dingetjes. Sharon, ben je er nog? In de chat. Even kijken.
Want ik heb al een aantal dingen hieruit gebruikt. Dus ik moet even bedenken dat ik niet eentje hetzelfde gebruik. Ja, dit is iemand waar jij stiekem op verliefd bent. Heb je een voorkeur? Er zit echt van alles bij. We hebben hier SpongeBob. Al die Mario dingen kunnen niet gebruiken, want die heb ik al voor de soldaten. Shaggy. Scoot. Scoot. Ik zie geen Scoot. Scoot. Ik zie geen Scoot. Ik weet niet waar die zag. Garfield weet ik. Hebben we al gebruikt. Al die Mario karakters hebben we al gebruikt. Wel je puppy. Je hebt wel... Nou, het is denk ik nu geen puppy meer, Sharon. Maar wil je puppy? Puppy? Arme edelman puppy. Groeide op met de prinses, maar ziet haar nu nog nauwelijks. En Sims for Lover mag dan een keer iemand anders zijn. Oeh, ik ben gewoon binnen in het kasteel. Waar is mijn team? Oh, ik moet zelf lopen. Oké. Okay. Ik zat zo te... Ik denk, waarom loopt mijn poppetje niet? Maar ik moet het zelf doen nu. Welkom reiziger. Zo. Oh jee. Moet ik me nou schuldig voelen dat we onze echte koning hebben gebruikt? Wat heb ik hier te zoeken? De duistere vorst heeft Rukruton aangevallen. En je zegt dat deze schurk de gezichten van de inwoners heeft gestolen. Ik heb al veel onzinverhalen gehoord, maar dit... Oh. Oké, we zijn de koning kwijt. Paniek. En we zijn weer buiten. Oh. Daar is het gezicht. In Warwoud. Red de koning. Je kunt nu niet naar binnen, oké. Okay. Nou, daar gaan we. Hoppatee. En daar zijn we allemaal weer. Eerste keer geholpen, opstijgen. Oh ja, laat ons maar lopen. Wiens paard is het nou eigenlijk? HP bananen zijn overheerlijk. Zo zacht en zo makkelijk te eten. Zoet, maar niet mierenzoet. Ik zou wel een hele tros in één keer... Nou, dat vind ik ook weer overdreven. Ik hoef geen hele tros in één keer. Oh! Zo kunnen wij dat paard bijhouden ook echt. Een mol? Ja, ik wil het paard. Hoppatee. Op die banshee. Helemaal klaar met die banshees. Zo, in één keer. Ik bied hulp aan. De mol is aan. Oh. Zo, hallo. Gooi het even met stenen. Doe dat eens even niet. Hier, die voor je bakkes. Team Kimpels heeft gewonnen. Ik maakte me even zorgen. Nou, dat valt ook wel mee. Kijk, Sven is ook niveau 7. Hoppatee. Hey, ijs.
Zo gaat hij goed. Vind je? We moeten allemaal achter dat paard aan rennen. Oh. Kim heeft een toverdrankje gevonden. Wat zal ik doen? Oh. Wat zal ik doen, mensen? Gaan we hem drinken? Of gaan we hem niet drinken? Wat zegt de chat? Kijk, ik zie al... Uriel zegt drinken. Dagmar zegt drinken. Quinty zegt ook drinken. Lianne zegt ook drinken. Volgens mij is er niemand die gaat zeggen niet drinken. Sharon zegt drinken. Ik heb het door. Het wordt drinken. Woehoe. Oh, niveau 8. De meerderheid wordt toch drinken, ja. Al te. Oh. Geen goed voorbeeld. Weer een scheikmollen. Kijk, lekker Sven. Ja, nee, je laat het met die kakstenen. Hier, bliksem. Op jouw bakkers. Oh, zo. Zowel Sven als Dagmar. Jullie helpen allebei. Wio. Nou, blijf van Dagmar af. Kijk, Roosje komt te paard. Oh, die mol kan zijn hol in kruipen. Dat vind ik niet zo leuk. Sven gaat ook te paard. Ernaast. Nee. Vuur. Dat kan je, neem ik aan, niet ontwijken. Kijk, ik krijg weer hulp. Vuur plus 2. Yay! Team Kippels heeft gewonnen. Dat ga ik morgen voelen. Ja, en Dagmar en Rosie zijn ook niveau 7. Helemaal top. Heeft map geleerd. Geef een vriend een klap als deze buiten zichzelf is. Ik weet niet of dat veilig is om die kracht aan Dagmar te geven. En Rosie is ook niveau 7. Nog meer ijsjes. Ja, ik dacht al dat jij dat leuk zou vinden, Dagmar. We hebben een herberg gevonden. Helemaal top. Oh, ik heb post. Beste Kuppels, mijn lieverd is zo lief en zo knap ook nog. Hopelijk vind jij op een dag ook zo iemand van Lizzie Games. Ik mag het hopen, Lizzie Games. Hé, hey, 3 uitjes ponnen. Is dat om dan mee te gaan daten of zo? Kim is nog vrijgezel. Hier, uitjes bonnen. Ga maar daten, uitjes bonnen. Kijk, we vinden elkaar aardig. Oh, zieke bezoek. Bezoek een vriend in de schuilplek, zodat hij of zij sneller geleest of herstelt. Ik wil naar de kamer van Sven. Dag maar. Oké, sorry. Oh, ja, jij moet wel mee. En dan ga ik weer bij Omri. Serieus, wilde je hiervoor naar Sven? Daar heeft die herberg toch personeel voor? Jullie vinden elkaar oké. Ja, jullie kunnen elkaar nu ook complimentjes geven. Geef een vriend complimentje. Zie je wel, ik wist dat je het kon. Oké. Ja, we gaan dit even opslaan. En dan gaan we stoppen. En dan aan jullie de vraag. Waar heb je zin in? Splatoon of Mario Kart? Wat gaan we doen? Splatoon 2? Of gaan we Mario Kart doen? Jullie krijgen 2 minuten om te stemmen. Maar, ja, Splatoon 2 heeft dus net gewonnen in de poll. Dus ik ga een standaard gevecht in. Ik ben benieuwd wie er van jullie bij komt. Moderators mogen sowieso mee in call. Gaan wij een taart maken met je verjaardag met ei en boter? Ja,
Was het jij of was het Chiron? Eén van jullie had iets van, nee, ik wil weer cupcakes maken. Een soort van cupcakes 2.0. Kijk of Kim het dit jaar wel kan. Ze zeggen van fouten leer je, toch? Dat moet dan wel bewijzen. Maar ja, als moderators erbij willen in call, jullie kunnen jezelf de rol geven en dan hoor ik jullie vanzelf verschijnen. En als iemand anders mee wil doen en ook in call, dan moet je het even laten weten in de chat en dan kan een van de moderators ervoor zorgen. Er is nog een plekje vrij. Omri, doe jij mee? Nee? Nou, jij hoopt dat je vreten krijgt, hè? Dag maar, oh, ik heb Cupcakes 2.0, maar ik help niet hoor, ik eet alleen. Lekker is dat. Grondoorlog. Bedek zoveel mogelijk grond. Ik ben roze. Oké, dan gaan we. Ik ben met zo'n baan als deze dan wel blij dat ik kan schieten. Want al die hoge randjes en zo, dat lukt je gewoon niet met een roller. Ik vind het echt een vervelende baan om te hebben als roller. Oeh. Nee! Jongen, jongen, jongen. Ik wil winnen! Ik zie alweer groen dichtbij komen. Dat is niet de bedoeling. Is hier iemand? Ja, er is hier iemand volgens mij. Oh, komen van die bollen aan. Stuk, ga stuk, ga weg, ga weg, ga weg, ga weg. Ga weg. Ja, goed zo. Wajoo! Nee, weg. Wajoo! Wat was dat? Die kende ik nog niet. Nou. Wat? Oh, die heeft hele bellenblaas, joh. Nou, ik denk niet dat... hier, ik zie ook al gevaar staan bij ons. Wij gaan het niet halen. Verdorie. Die scheid bellen. Oké, die kant op. Zo, hé, ik heb eindelijk een keer iemand te pakken. Bam! Werd tijd ook. Jeetje, Mina. Oh, dit is echt vet veel groen. Dit is zo niet oké. Ja, deze gaan we echt dik verliezen. Oh, ik haat het echt, hè. Als je inkt op is bij de laatste... Verdorie. Nou, hoe slecht ging ik? Zo, dat is echt heel veel groen. Oh, beste van het team. Oh, nou, ik snap al waarom we verloren hebben. Er heeft er eentje niks gedaan. Sami is eruit gestapt. Oké. Nou, nog een keer. Nou, waar is iedereen heen? Ja, Piero. Piero, Piero. Nog drie mensen. Heb
jullie geen zin om agressie te schieten, Sharon en Dagmar? Lekker met verf alles ondersmijten. Chiquitito is erbij gekomen. Of nee, Chiquito. Op zich allemaal redelijk lage niveaus. We hebben er eentje nog van niveau 35. En 24, maar... Gelukkig niet heel veel mensen die... ja, ik moet nou oppassen wat ik zeg, want anders krijg ik straks nummer 80 of zo in mijn lijstje. Dag maar, valt bijna om in slaap. Nou, 1, 2, 3, 4, komt er nog wat van. Als Jeroen heeft veel huiswerk en inhaalwerk. Lian is lekker moe, dus je zit te kijken. Valt op dit moment vrij weinig te zien. Jeetje. Zaterdagavond. Wat is iedereen aan het doen, joh? Nog twee plekjes. Kom op. Vul hem op. Dit is over de hele wereld. Iedereen is aan het slapen. Ja, echt. Oh. Oh, dat doe ik. Kijk. Ik wist niet eens dat dat kon, joh. Staat in mijn panelen, Rogamer. Oké, dit is een iets te leuk spelletje. Nou, ik denk dat we er over 10 seconden uitgekikt. Oh, 145 seconden. Gaat hij gewoon weer opnieuw? Oh, kijk. Nini Pro is erbij gekomen. Een beetje apart als je jezelf pro noemt, als je pas niveau 10 bent, maar oké. Okay. Oké, laatste. Ja, Lea, we kunnen beginnen. Hoppatee, daar gaan we. Geef nu alsjeblieft die andere baan. Hotel de Keizersvis. Oh, daar is een zwembad erachter. Wat cute. Nou ben ik groen. Nou, als groen de hele tijd wint. Hier, alles lekker in de snotkneur. Kijk, dan werd wat leuk. Ja, Dagmar, dit is een hint dat we die zwemdates dus moeten inplannen. Volhouden. Zo. Oh, ze hebben elkaar gekeild. Oh, oké. Okay. Oh, ik vind het zo irritant als je een bommetje wil gooien dat je echt bijna meteen je hele inktbus leeg is. Oeh. Oh, ik denk, wat had hij? Maar die heeft een kwast. Ik ga zwemmen in Bacardi Lemme. Dagmar. Ik word zo gek van dat schijnnummer. Zit hij weer in mijn hoofd? Weg, roze. Doei, roze. Kijk, hoe sprong je ook weer zo? Tududut. Godsam, ik probeerde weg te komen. Dag maar, komt niet laten. Je gaat toch niet zeggen dat als ze eenmaal die zwemdate hebben met z'n allen, dat jij dat nummer dan dat gaat zingen? Want ik. Daar word ik niet gelukkig van. Zo, haha, die voor je. Dag, Chiquito. Nou, deze gaan we denk ik wel winnen. Ik zie zoveel groen. Oh, er zijn allebei aan. Oh, met timing. Ik had gewoon net mijn booster vrijgespeeld. Ja, nu zit het nummer ook bij Lian in haar hoofd.
Dan zing je alle eentjes met water, vind ik goed. Liever dat. Godsamme, ik probeer in het groene te komen, verdorie. Stomme Lea. Nou, je laatste paar seconden doe ik wel even dit. Zo, hoppatee. En het is... Ah! Oh! En we gingen zo goed de hele tijd en dan nog verliezen. Wat erg. Wel weer beste van mijn team. 4 kills. Nou, ik wil wel een potje winnen hoor vanavond, verdorie. Tuurlijk, we gaan er nog één doen. Ik wil winnen. Winnen. Goed zo, allemaal weer terugkomen. Niet er vandoor gaan. Jongens, ik heb er niet weer zin om 2 minuten te gaan zitten te wachten tot die plekken gevuld zijn. Kijk. Daar is Morrie. Nog eentje. En Juliet. Let's start the show. Daar gaan we. Mijn score gaat er wel achteruit. Ik ben nu 5,5 middenmoot. Als ik weer verlies, dan ben ik weer een groentje. Ik ben geel en we moeten tegen paars volgens mij. Ja, tegen paars. Ik vind die andere baan leuker, die we net hadden. Ik weet eigenlijk niet of het nut heeft om die zijkanten te verven of dat wordt meegeteld. Achter zit er één. Ja, ik had hem! Nice. Zo, ook allemaal weer geverfd. Oh! Verdorie, ik killde één en ik word vervolgens door de ander gepakt. Sorry. Dat is niet de bedoeling. Oké, ik zie nu dat ik sowieso die andere baan liever heb. Want ik zie dat we weer niet zo goed gaan hier. Het is allemaal paars. Het is onze kant. Ik weet het, paars is een mooie kleur. Maar nu mag hij even niet. Je neefje schrikt dat hij al zo lang wakker is. Oh, oh. Nee, niet naar de chat. Oh, oh, die heb ik echt net overleefd. Ik dacht echt, nu ga ik eraan. Verdorie, ze kwamen met z'n tweeën. Dat had ik niet gezien. Ik had in ieder geval één te pakken. Oké, laatste minuutje. Ja, ik doe dat lanceren eigenlijk nooit. Ik ben er niet zo goed in. Dan vind ik het gewoon sneller om van de startbasis zelf te reizen. Dan tijd te verliezen aan prutsen, zeg maar. Oh, we zijn nu volgens mij wel een inaanslag aan het maken. Oh, 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 oh. Oh, oh, ik zag niks meer. Ik dacht ik verander even in een inktvis, maar er zat een muurtje achter me. Nee, niet mij nu pakken. Haha, ik had jou.
Verdorie, ik wou dat laatste paars stukje daar nog pakken. Ja, dit is hem ook niet. Jongens. Oké. Okay. Wel weer, beste. Oh, weer eentje die niet heeft meegedaan. Het was gewoon een team van 3. Zeker nu goed geschreven. Doei, Sims for Lover. Tot de volgende keer. Oké, ik wil er één winnen. Oh, en omdat die ene niks had gedaan en het eigenlijk 3-4 was, ben ik nog steeds in middenmoot. Het is niet teruggezakt naar groentje, want dan is het anders natuurlijk niet eerlijk. Oké. Ik wil graag Hotel de Keizersvis, die baan, en dan winnen. Ik wil gewoon één keertje winnen. Maar moet je voorstellen, ik heb nu 3 potjes gedaan, waarvan 2 keer een team van 3. Ik vind het een bijzondere naam. De laatste speler die gejoined heette is Jesus Loves You. Dat wordt dan heel gek als jij Jesus Loves You afknalt. Of Jesus Loves You knalt jou af. Oh, en hij zit in de tegenpartij. Ja, dus die moet ik echt... ja, oké. Okay. Dit wordt interessant. Waarom zie ik maar 1 iemand? Oh, daar is de rest. Oké. Okay. Oh, daar loopt er alleen. Pop 2, weg jij. Zo. Dag geel. Mooi paars. Heel mooi paars. Oh. Ik moet wel blijven opletten. Ik ga vrijwillig naast een bom staan. Echt dom. Er zit er eentje daarboven. Ja, kom je er niet op? Jammer, hè? Ik had jou. Oh, zo komt hij erop. Oké. Okay. Oh, nice. Oh, dit vind ik zo fijn, hè. Als je iemand pakt die dan daar bovenop alleen maar schietschijf zit te zijn. Hoe heet het? Zo'n sniper zit te zijn. Als ik er zo eentje pak, vind ik echt heerlijk. Oké. Okay. Godsamme, scheidink. Nou, verdorie. Ik heb onzichtbaar in 1, maar pak hem alsnog. Zo, hij zit in zijn bed. Nu hopen dat hij snel slaapt. Ik hoop het ook voor je, Dagmar. Nee! Weer diezelfde, hè? Wat voor bril heeft hij op, joh? Nou, dat red ik niet meer om daarheen te gaan. Dus dan pakken we dit wel even. 1 keer heb ik gewoon daarmee net de winst gehaald. Hè? Dat het net... Oh, nou ja, dit is overduidelijk niet. Maar toen was het echt 0, zoveel procent verschil. En ik haalde het niet meer om in die laatste secondes weer terug naar dat veld in het midden te gaan. Dus dan heb ik gewoon om de lanceerbasis zelf... Of om de basis zelf nog even wat gaatjes opgevuld. Dat heeft gewoon echt het verschil gemaakt. Oké, okay. Ja, nu word ik wel een groentje. Ik was weer beste van het team. Nog 1.
Flora, Ro, die zijn nieuw. Oké, begin maar. Iedereen is er. We zijn niet meer op zoek naar spelers. Zullen we het doen? Ja, ik wou net zeggen. Ik wil weer terug naar de middenmoot. Geef me een winnend potje. 4 potjes gedaan, 4 potjes verloren. Dit is niet de bedoeling. Dit is niet hoe het moet. Oké, dit is wel de baan die ik wil. Blauw tegen roze. Of is het... Nee, het is meer blauw. Oh, die wilde ik afschieten, maar dat werd al gedaan. Door een team gedood. Verdorie! Ik ben er nog niet goed in. Als ze heel dicht op me zitten, om dan snel weg te komen en ze terug te pakken. Nou, gaan we deze kant op. Hier even de boel onderverven. Zo... Ik kan gewoon zo lopen. Oh, kak. Dit was dom. Noob actie. Zo. Dat was echt een domme move. Oh, er komt er een achter me aan. Had ik die nou? Of ging hij zelf het water in? Maakte hij dezelfde fout als ik? Hup, weg. Roze. Weg. Roze. Weg. Roze. Ah, verdorie. Oh, was tegelijkertijd. We pakten elkaar tegelijkertijd. Nou, daar kan ik nog mee leven. Dat is niet helemaal voor niks geweest. Die voor je. Oh. Iemand gooit een bom. Iets weer op. 9, 8, 7. Deze moeten we winnen hoor. Nou ben ik er klaar mee. En. Ja, kijk. Hoppatee. Alhoewel, Ros heeft wel veel meer de randjes goed gedaan. Yay! Gewonnen! Nice. Eindelijk. Ik kan het wel. Weer beste van het team. Nou, dat... Ik kan in ieder geval wel vol trots zeggen. Ook al heb ik 4 van de 5 potjes verloren. Ik was wel elke keer beste van het team. Dus ik kan het wel. Het is nu goed geweest. Stop op het hoogtepunt. Ik ga niet nog een keer. Het geluk zit niet aan mijn zijde als het gaat om teamgenoten blijkbaar. Want ik ben wel elke keer het beste van het team. 4 van de 5 keer ging het prut. Dus we gaan lekker stoppen op mijn hoogtepunt. We hebben lol gehad met Miitopia. We hebben lol gehad nu met Splatoon 2. Volgende week ben ik of op woensdag of op donderdag terug op Twitch. Met weer een Animal Crossing Hunt stream. De week erop op donderdag ben ik jarig. Dit is natuurlijk 30 september. En ik wil op 30 september heel graag Animal Crossing spelen op stream. Omdat dan, ja, je hebt
natuurlijk zijn heel verjaardagsgebeuren in het spel. En dan wil ik graag 3 sterren hebben. Maar om 3 sterren te hebben moet je minstens 8 villagers hebben. Ik heb er nu 7. Dus volgende week of woensdag of donderdag gaan we die 8e villager hunten. Jullie horen nog in Discord of het dus woensdag of donderdag gaat zijn. Daar heb ik zin in. En volgende week zondagavond ben ik hier op Twitch. Dan gaan we mijn verjaardag vieren met Dagmar, met Chiron en met cupcakes waar melk, ei en boter in zit. Waar alle ingrediënten in zit. In ieder geval, dat mag ik hopen. Met echte cupcakes. Geen mislukte cupcakes. Dus volgende week zondagavond. Wees hier op Twitch 26 september voor mijn feeststream. Voor mijn verjaardagstream. Join mijn Discord. Bedankt voor het kijken. En bedankt voor nog Brenda voor je subje. 12 maanden. En dan zie ik jullie volgende week weer. Dag.